Hey, ik ben Hidde en allereerst leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Het is me de laatste tijd opgevallen dat heel veel mensen ons de vraag stellen hoe je van een aft af kan komen. Dat zal ik je vandaag gaan vertellen. Een aft is een klein blaadje dat ontstaat in je mond en dat kan heel erg vervelend zijn. Ik heb er zelf namelijk ook wel eens last van gehad, maar daar heb ik een ideale oplossing voor en dat ga ik je nu laten zien. Dus, we hebben al heel veel gedaan met verschillende voedingsstoffen die een helende werking hebben. En vandaag ga ik dat precies hetzelfde doen. Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat wij heel veel met gember werken. Dat is dit leuke dingetje. En wat je nog meer nodig hebt, is kaneel. De reden waarom ik gember gebruik, is omdat het een ontstekingsremmende en ontsmettende werking heeft. Ook verlicht gember de pijn. De kaneel daarentegen heeft een antibacteriële werking, wat ervoor zorgt dat de genezing van je af nog sneller zou gaan. Op het moment dat je het erop legt, kan het nog wel eens prikken. Laat het 10 minuutjes zitten en de pijn zal als sneeuw voor de zon verdwijnen. Je gaat dus eerst de kaneel snijden. En die ga je in een klein plakje snijden. Hoeft niet dik te zijn, hoeft ook niet super dun te zijn, maar gewoon waarvan jij denkt van, nou ja. Het mooie is, op het moment dat je dit mengt met de kaneel, zal de kaneel erin trekken. En zal je dus ook niet zo'n vieze, blijvende en droge smaak in je mond houden. Het is de bedoeling dat je een klein beetje kaneel op het stukje gember gaat doen, zoals dit. Maak je handen eerst goed schoon en zorg ervoor dat de gember er een klein beetje in gaat zitten, hè, zodat het niet allemaal in je mond terechtkomt. En nu is het een kwestie van het op de plek van de afleggen en het ongeveer 10 minuutjes laten zitten. Ik herhaal, dit kan nogal prikken op het begin, maar de pijn zal op een gegeven moment verdoven en uiteindelijk wegtrekken. Dus stel je hebt een aft aan de binnenkant van je lip zitten, pak je gewoon een stukje gember, dat leg je ertussen en dat laat je gewoon op deze manier voor 10 minuutjes zitten. Zoals je ziet kan ik nog prima blijven praten, het gaat wel iets moeilijker. Maar vond jij deze video nou leuk? Vergeet je niet te abonneren en geef even een duimpje omhoog. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. En als je nou een vraag hebt, stel het even in de reacties en dan gaan we voor jou aan de slag om dat te behandelen. Ik zie je de volgende keer. Dat is handig.